En welkom bij een nieuwe video en tegelijkertijd een nieuwe serie. In deze serie gaan we een snoepie haken. En ik had het wel gezien dat er een paar snoepies waren, maar niet in het Nederlands. Dus ik dacht, hey, laten we eens even beginnen en we gaan in het Nederlands. Sorry voor mijn nagellak, hij is een beetje lelijk, maar daar moeten we maar even overheen kijken. Het is een aardig vrij makkelijk patroon, ook voor beginners. Dus dat moet helemaal goed komen, denk ik. Ik ga er ondertussen eventjes een kladblok bij pakken om het voor mezelf op te schrijven. Want het is vertaald naar het Nederlands, het grootste gedeelte, maar nog niet helemaal. Dus vandaar dat ik denk, ik ga het ook nog heel even opschrijven. Dus, Snoopy haken. En dan gaan we beginnen met de kop natuurlijk. En die is wit. Ik ga beginnen, of nou ja, dit is de 3.0 van Clover. Ik had misschien bedacht om een wat dikkere te pakken, maar ik dacht, nee, dat doe ik maar even niet. Oké, we gaan zo dadelijk beginnen met een magische ring. Van 6 vaste. Nou, daarna komt 12 vaste, dus dat is 1 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Daarna komt 18, dan krijgen we 2 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Dan krijgen we 24, dat is 3 vaste en 2 vaste in 1 vaste. 30, dat is 4 vaste en dan 2 vaste in 1 vaste. En dan krijgen we 36 en dat is 5 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Nou, ik doe het nu. Ik kijk even naar het scherm. Ik zie de cijfertjes achter de dingen staan, dus ik weet ongeveer hoe ver we moeten gaan. Even kijken. Na die 36, dan gaan we 7 tot en met, wat stond er? Er staan allemaal getalletjes achter elkaar. 13 toeren. Vaste in vaste haken. Dus dat is gewoon 36. En daarna, even kijken hoor. 36, dus 2 bijhaken. 2 meerderen. Dus dan krijgen we 38. En dan 46. Van 38 naar 46. Nou, we zullen zien. Dat is dus 8, 9, 10, 11, 12, 13 vaste bijhaken. Zo. Dus volgens mij is het dan 17 vaste. Even kijken, 17 vaste. En dan, want even kijken, hier is het. Hij zegt hier 16 vaste. Maar terwijl ik als. Nou, we gaan gewoon maar even beginnen. Maar dan hebben jullie in ieder geval de basic. Of de basic. De basic van het haken. Nou, ik ga beginnen met een magisch ring en dan haal ik hem over mijn vinger. En vervolgens maak ik daar een lusje van. Dit is nog niet de eerste vaste. En we gaan hier 6 vaste in haken. Dus dit is 2, 3, 4, 5 en 6. Nou, ik ga het aan het kleinste touwtje trekken. En hiermee gaan we dus gelijk door naar de volgende vaste. En daarin haak ik meteen 2 vaste. Dat is dus het begin ook van onze nieuwe tour. Dus, oh wacht, volgens mij ben ik iets vergeten of niet? 12 is helemaal niet 1 vaste en 2 vaste. Dat is 2 vaste in elke vaste. Dus het gaat goed hoor voor de rest. We hebben natuurlijk net die 2 vaste gehad. Dus nu gaan we door naar de volgende 2. En dat zijn er dan 4. En dit zijn er 6. 8. 10. En 12. Nou, nu klopt het weer. Ik ga het zo dadelijk wel even aanpassen. Dan gaan we door naar de volgende. En hierbij ga ik wel een mankeerder gebruiken. Want ik vind het bij die volgende toer een beetje vervelend om een mankeerder te gebruiken.
Waarom dat is, is omdat het klein is. Dus ja, vandaar. Dan gaan we door naar 18. En dat is 1 vaste. En dan in de volgende 2 vaste in 1 vaste. Dus 1 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Dan krijgen we een vaste en 2 vaste in 1 vaste. Een vaste en 2 vaste in 1 vaste. En dit doe je eigenlijk totdat je bij de mankeerde bent. En dan gaan we beginnen met een nieuwe toer. Dan gaan we door naar 24. En 24, dat is 2 vaste. Dus 1, 2 vastes en 2 vaste in 1 vaste. Dus 2 vastes en 2 vaste in 1 vaste. 2 vaste 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 en de laatste is 2 vaste in 1 vaste. Nou, dan hebben we dit ook alweer gehad. En dan gaan we door naar 3 vaste en 2 vaste in 1 vaste. Dus 1, 2, 3. 2 vaste in 1 vaste. 1, 2 en 3. 2 in 1. 1, 2, 3. En 2 vaste in 1 vaste. 1, 2, 3. En 2 vaste in 1 vaste. 1, 2, 3. En 2 vaste in 1 vaste. 1, 2 en 3. En dat is dan 2 vast in 1 vast. Nou, en zoals je ziet begint het al aardig wat te worden. Ik haak dit trouwens met de babywol van de zeeman. Die was ik even vergeten uit te leggen welke wol ik gebruikte. Dan gaan we naar 3 hebben we net gehad. 4 vaste, tenminste. 1, 2, 3. Ja, dan gaan we nu naar 4 vastes. 1, 2, 3 en 4. 2 vaste in 1 vaste. 1, 2, 3 en 4. En 2 in 1. 1, 2, 3, 4 vastes. En 2 vaste in 1 vaste. 1, 2, 3 en 4. En 1 vaste en 2 vaste. 1, 2, 3, 4. En 2 vaste en 1 vaste. Dan gaan we naar de laatste toe. 1, 2, 3 en 4. En 2 vaste en 1 vaste. Nou, dan hebben we deze toer ook al klaar. Nu zijn we dus bij 36 vaste als het goed is. Nou, zelf tel ik nooit. Dat is eigenlijk echt super fout. Want ik zou eigenlijk moeten tellen, maar alles wat op schrift staat zou in principe moeten kloppen. Maar ja, hey, wie ben ik? We gaan dan door. Ja. Oh, wacht, nu snap ik het. Oké. Nu gaat het goed. Even kijken, en dan is het nu eigenlijk vaste in vaste gaan haken, totdat we bij de, even kijken, 13 zijn. Dus dit is toer 7, dus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 toeren vaste in vaste. Dus, even kijken hoor, 7 toeren, dus ik zie jullie zo weer. Ik ben klaar en zoals je ziet ben ik precies erboven geëindigd, dus dat is heel erg mooi. Dit moet als goed is het snuitje voorstellen. Ja, dit is het begin van het snuitje, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we gauw verder gaan.
Even kijken, we gaan nu naar de 16 vasten. Dus ik ga dit even stap voor stap uitleggen, deze 3-4 toeren. Dat is misschien wel makkelijker. Ik ga hem een keer veranderen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En dan 2 vasten in 1 vaste. En dan weer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16. En dan 2 vaste. Nee, geen 2 vaste. Grapje. En dan zijn we hier geëindigd. Dus ik heb de mankeerde iets te vroeg gedaan, maar dat is niet erg. We gaan gelijk door naar de volgende. En dat is 7 vaste en dan 2 vaste in 1 vaste. En dan 17. Dan moet ik even heel erg goed gaan kijken of dat klopt. Nee, dat is gewoon 17 vaste. Ik wil zeggen, dat klopt helemaal niet. Dus 17 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nou, ik ga 2 stapjes verder, want daar, kijk, hier zit van de vorige baan die 2. En daar moet ik erin komen. Dus de mankeerde moet daar ook even 2 verplaatsen. Laat ik dat nu. Want ik kan er gewoon moeten laten staan. Je moet er dus 2 meer haken. Dat ga je niet zien in een patroon. Dus dat is niet zo heel erg. Zo. Dus je zult iedere keer een paar overhouden. Maar je haakt gewoon door. En dan is het nu weer 17. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17. Nou, je haakt gewoon tot de mankeerder. Daar is niks verkeerd samen. Nou, en dan hebben we weer een gedeelte gehaakt. Fluffy, Fluff, kom. En dan gaan we de mankeerder weer verplaatsen. En dan gaan we naar de volgende. Wat ik dus net wilde zeggen is, ik ga deze toer terughalen, want deze klopt niet. En want hier moeten we namelijk gaan meerderen helemaal. En dus ga ik het anders aanpakken. Ik ga 7 vaste en dan 2 vaste en 1 vaste. Weer 7 vaste en zo ga je de hele tijd door. Dus ik heb er nu al 1, 2, 3, 4, 5... 6 en 7. Nu ga ik 2 vaste in 1 vaste. Dan ga ik weer 7 vaste haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 2 vaste in 1 vaste. En dan weer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 2 vaste in 1 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 2 vaste in 1 vaste. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan schuif ik er nu eentje op. En dat is dan 7. Nou, dan ben ik nu klaar met deze toer. En dan gaan we naar de volgende. En dat is 22 vaste. En dan 2 vaste en 1 vaste. En dan weer 22 vaste. Dus dan ga je 1 keer zo volledig rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22. Twee vaste in één vaste. En dan moet ik even kijken of ik ongeveer in de buurt ben van die andere twee. Ja, dat kan ik natuurlijk al niet. Maar ik zit wel ongeveer op de helft. Dus ja, dat moet goed komen. Oh, hier zaten die. Nou, dan, of hier. Ik weet niet meer. En dan gaan we nu weer 22 vaste. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ik haal hem een keer even weg. 19, 20 en 21 en 22. En nu ga ik dat een keer dus hier plaatsen. En dan gaan we verder. En dat is 17 tot en met 21 toeren. Dus 5 toeren vaste in vaste. Als ik klaar ben, kom ik terug. En dan gaan we samen weer verder. Dus tot zo. Nou, dit is uiteindelijk geworden. Dus het ziet er aardig goed uit, vind ik zelf. We gaan dadelijk de oogjes gaan we erin doen. Ik weet niet zo goed of deze vrouw of man het, want de oogjes zitten dadelijk hier. Of die het, ja, die hebben hem naar voren gehaald. Dus, maar dat ga ik later wel doen, want dat gaat me nu niet lukken op dit moment. Ik ga hem eerst een gedeelte dichtmaken. En ik denk als ik bij 5 vaste en 2 samen, dat ik hem dan geheel naar binnen ga halen. Maar dan moet ik nog heel even kijken hoe ik dat ga aanpakken. Dus bij deze kan ik dat helaas niet zo goed zien, moet ik heel eerlijk toezeggen. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon proberen. Ik zit even te bedenken hoe ik dat bij andere diertjes altijd deed. Maar dat kan ik even nu niet in bedenken. Want volgens mij is het gewoon met een lange naald naar binnen. En dan naar buiten, dan weer naar binnen. En dan trek je hem aan. En dan heb je een soort van knoopje. Dus het vervelende is dat ik hem daardoor eerst moet vullen. En dan pas later de oogjes erin kan doen. Dus het zijn geen veiligheidsoogjes die je erin doet. Dus dat is wel even een dingetje, vind ik. Maar op zich, ja, moet wel lukken, denk ik. Ik ga gewoon met seconde lijm of zo. Of trouwens, dat doen we maar niet met kinderlijm. Ik heb hier namelijk twee soorten lijm van de Action. Ik heb deze en ik heb deze. Ik denk dat ik deze ga gebruiken. Dat is de beste die de Action heeft. Ik ben er dus achter gekomen dat die andere, ja, die is dus echt flut, hè. Dat gaat dus echt niet goed. Dus ja, nou ja, laten we maar gauw gaan beginnen. Ja, dus we gaan verder haken. We gaan dus nu, ga ik de mankeerder verplaatsen. En als ik de mankeerder ga verplaatsen, dan gaan we even kijken haken hoeveel. Dan gaan we nu 6 vaste en 2 samen haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6 vaste. En dan 2 samen haken. Weer 6, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan 2 samen haken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan 2 samen haken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Nou, dan hou ik er 4 over. Dat is niet zo heel erg. Dus ik ga hier gewoon 2 samen haken. En dan ga ik de mankeerder daar naartoe verplaatsen. Dan klopt het ongeveer weer. Dan gaan we naar 5 vaste en 2 samen haken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 2 samen haken. 1, 2, 3, 4 en 5. En 2 samen haken. 1, 2, 3, 4 en 5. En 2 samen haken. 1, 2, 3, 4, 5.
2 samenhaken. 1, 2, 3, 4 en 5. En 2 samenhaken. Oké. Ik ga toch maar 2 dingetjes terug. Zo, dan heb ik er 4. Dus dan moet het dadelijk weer kloppen. Maar ik ga dus nu gewoon weer tot de mankeerder haken. Dat is een beetje een dingetje bij mij. De ene keer haak ik door naar de mankeerder. En de andere keer haal ik de mankeerder dichterbij. Maar ik moet eigenlijk gewoon zelf leren om altijd naar de mankeerder toe te haken. Want dan weet je zeker dat je nooit fout zit. Maar goed, dat is ook weer een leerpuntje voor mij. 4 vaste had ik die net al gedacht. Wel. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, we moeten nou de 4 doen. 1, 2, 3 en 4. En 2 samenhaken. 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 Nou, en dan ga ik gewoon tot aan de mankeerder weer verder haken. En dan ga ik de mankeerder verplaatsen. En gaan we naar 3 vaste en 2 samenhaken. Nou, nu zie je dus iedere keer dat het dingetje wat kleiner wordt. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dus 1, 2 en 3. 2 samenhaken. 1, 2, 3. En 2 samenhaken. 1, 2, 3. En 2 samenhaken. 1, 2 en 3. 2 samenhaken. 1, 2, 3. En 2 samenhaken. Nou, dan hebben we weer 2 over. Dat is niet erg. Ik haak naar de mankeerder toe. Dat soort dingetjes zie je gelukkig niet. Dus dat is op zich wel prettig. En dan gaan we nu 2 vaste haken. Dus 1 en 2. En dan samen haken. Ik zit nou te bedenken om het hoofdje even een beetje op te gaan vullen. Dus ik ga even wol pakken. En ik doe eerst even de goedkoop van de Action opmaken. Zo, lekker veel kraak. Houden we van manieus. Oh. En dan gaan we verder. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik het, de wol van de Action vind ik niet zo'n aanrader, heel eerlijk gezegd. En waarom? Omdat die best wel, niet natuurlijk is. Maar aan de ene kant, het vult wel echt extreem goed. Dus ik ga toch nog deze rand even afmaken. Want ik merk als ik dat heb afgemaakt dat het dan beter gaat. Dus 1, 2... 2 samen, 1, 2, 2 samen, 1, 2 en 2 samen, 1, 2 en 2 samen. Dan houden we weer 2 over, maar dat is natuurlijk niet heel erg. Oh, moet ik wel even naartoe haken. Dus ik wil makkelijk af te hechten of de volgende te pakken, maar dat is natuurlijk niet zo handig. Zo. Nou, en dan gaan we hem vullen. Ik pak even de pen daarvoor. Dat is wat makkelijker. Het scheelt dat het al een soort van prop is. Ik weet niet waarom, maar dat werkt wat fijner. Zo. Dit zijn trouwens, dat heb ik waarschijnlijk nog niet verteld. Dat ben ik helemaal vergeten. Dit zijn extra video's. Dus deze die komen op de woensdag extra erbij. En dat is gewoon omdat ik het leuk vind om jullie een beetje te verwennen. Want het is zo mooi weer. Maar aankomende weken, want het is nu namelijk 11/4/2019. En er komen een paar van die lekkere, sombere dagen er komen eraan. Dus ik dacht, laat ik eens eventjes jullie gaan verwennen. En een paar extra video's online gaan zetten. Ik denk dat is misschien wel leuk voor jullie. Zo. En dan zullen we eens even zien hoe ver we komen. Oké, wat ik dus zie is, dit kan zo blijven. We gaan hier daar de oogjes in deuken. Ik ben heel gewelddadig tegenwoordig.
Nou, ik ga deze nu in ieder geval dichtmaken. Later ga ik hem helemaal bijstellen. Maar eerst dichtmaken, dat is misschien het belangrijkste. Dus, ik ga een vaste. Want ik had net twee, hè? Ja, ik had net twee. Je moet af en toe ook even goed nadenken, hoor, lieve mensen. Dus, een vaste. En dan twee vaste in één vaste. Een vaste. En twee in één. Een vaste. En twee in één. Ja, je zou beter kan gelijk door naar twee vaste haken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat ga ik niet gelijk doen, want anders dan zie je het verschil. Nou, en nu hebben we nog een klein gaatje over. Nou, de rest dat ga ik dadelijk wel bijbewerken. Dat is op zich geen punt. Nou, en dan gaan we dus nu twee samen haken elke keer. En dat 6 keer. Dus dit is 1. 2. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, als hij dus te los zit hier, dan sla ik 1 losse of vaste over. En dan pak ik de volgende. Dus daar zie je eigenlijk niks van. Maar dan kort dat wat in. Want nu zie ik, nou zit ik te dicht op elkaar. Nou, ik pak niet deze, maar ik pak de volgende. En daardoor is hij dan ook ietsje strakker. Zo. En nu pak ik alleen maar een vaste. En wat ik dan nogmaals doe, is als ik een heel klein dingetje nog over heb, zoals net, dan pak ik de die tegenover zit, de vaste. En dan haal ik hem daar doorheen. En dan zit hij gewoon vast in één keer. Nou, hey, het hoofd van Snoopy. Super gaaf. Oké, wat we dus nu gaan doen, is ik ga even een draad pakken. Doe maar wel gewoon een lange, want ik weet niet hoe ver het zit. En ik ga er even naald. Eigenlijk moet je zo'n grote poppennaald hebben. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar zo'n hele grote, ja, dat is zo'n naald ongeveer. Die moet je eigenlijk hebben. Maar ja, dat kan nu even niet anders. Het neusje komt dan hier te zitten. En het mondje komt dan hieronder te zitten. Dus de oogjes moeten ongeveer hier zitten, denk ik. Dus wat ga ik nu doen? Ik dacht ik pak naalden, maar die heb ik helemaal hier niet meer. Jawel, die heb ik wel, maar ik weet even niet waar. Dus ik ga met de naald ga ik rechtstreeks naar onder. Dus ik pak hem en ik wil hem hier eindigen. Zo. En dat kost even wat moeite. En dan vervolgens laat ik het touwtje hier bij het punt waar we gaan naaien. Nu sla ik hier een heel klein lusje over, zodat ik hem hier soort van, ja, meetrek is het nou ook weer niet. Maar ja, ik hoop dat jullie het snappen. En dan kom ik weer terug in het gedeelte van, en dan heb je hier een kleine, en hier gaan we hem dadelijk aantrekken. Dus ik ga hem hier nu afknippen. Wel dat ik nog een stukje over heb. Dus dit is oog 1. Dan ga ik nu naar oog 2. En ik ga dan even weer kijken voor mezelf waar die ongeveer moet. Nou, ik denk hier. En dan ga ik weer hier naar de onderkant, naar de kin. En ik laat hier weer een stuk over. Ik trek hier even het touwtje wat meer aan. En dan ga ik weer terug. Zo. En dan hebben we hier oog nummer 2. Zo moet je het een beetje zien. Even kijken hoor. Nou, en wat we dus nu gaan doen, is ik ga hem aantrekken. Dus ik ga er een knoop in zetten. En die knoop, die ga ik trekken. En dan zie je dat hij hier ook trekt. Maar dat is niet erg, want hier komt dadelijk het nekje te zitten. Dus daar hebben we dan niet zo heel veel last van. Dus ik trek een klein beetje, zodat je toch een inkepingje hebt, zoals dit. Want ik vind zelf, als ik hem te strak doe, dan kan je het niet meer mooi zien. En zorg altijd, je kunt het ook namelijk andersom doen, dat je hem vanuit hier trekt. Want hier trek je hem ook, zoals je het ziet. Maar hier komt dadelijk het nekje, dus daar hebben we geen last van. Maar bedenk wel dat als je dit doet, dat je er even rekening mee moet houden. Met hoe hard je eraan gaat trekken. Nou, ik ga hier dus nu ook. Oeps, kijk, en dat is dus iets te ver.
En dat willen we niet. Nou, ik denk dat hij nu perfect is in één keer. En je houdt hier de bobbel, zoals je het ziet. Dus dat wil ik eigenlijk behouden. Dus nu ga ik gelijk een extra knoop inzetten. Maar dan kun je dus zien hoe snel het ging. Ik trek maar een heel klein beetje en hij schiet gelijk terug. Nou, nu hebben we hier dus twee slierten over. En hier hebben we dus iets ook wat in trek. Nou, dat blijf je houden. Daar kan ik er helaas ook niet zo heel veel van doen. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu met de haaknaald. Dus ik pak geen naald. Met de haaknaald ga ik aan allebei de kanten. Trek ik het touwtje weg. Zodat we daar geen last meer van hebben. En dat doe ik bij deze kant ook. Zo. En dan knippen we deze weg. Want deze hebben we dus niet meer nodig. Ik pak ook echt weer precies de botte schaar. Pakken we deze maar even. Ik gooi die schaar gewoon weg, want ik heb er toch niks meer aan. Nou, en dan doen we precies bij deze kant hetzelfde. Ik ga er dus erin. En ik ga er dus, trek ik hem aan. Zo. En dan aan deze kant ook. En daardoor zie je het lusje ook niet meer. En dit heb ik geleerd van de peetmoeder van mijn moeder. Ik weet niet of je dat zo moet noemen. Maar die paste heel veel op toen mijn moeder klein was. Nou, en dan hebben we twee ogen. Dan gaan we natuurlijk de oogje er even bij pakken. Nou, ik heb heel even de oogjes gepakt van... Deze zijn 10 mm. Millimeter, ja. Ik denk dat deze goed zijn, want het mogen best wel wat... Het mogen aardige oogjes zijn. Dus ik prop hem er even in. Ja, kijk. En ik stop er wat lijm in. Ja, dit is niet heel kindvriendelijk, moet ik zeggen. Want ik heb liever dat ik hem met zo'n achterkantje erin doe. Maar ja, beter dan dit wordt het denk ik toch niet meer. Oh, ik denk dat ik de ogen wel iets te ver heb gedaan nu ik het zo zie. Ach ja. Of zit ik nou verkeerd? Nee. Ik zit wel goed. Nou, en ik... Draai hem en wiggel hem zeg maar erin. Zo. Nou. En dan hebben we hier twee oogjes. Je ziet wel dat er een verschilletje is. Maar dat vind ik op zich niet wel. En deze is bijgetrokken. Dus dat vind ik ook wel prettig. Nou, deze die ga ik terug doen. Deze heb ik trouwens bij AliExpress gekocht. Hier zaten dus geen achterkantjes bij. Nou, daar baal ik best wel van. Want ja, ik heb meestal achterkantjes nodig. Dus ik heb extra achterkantjes moeten bestellen. Even mijn gezonde shake nemen. Allemaal fruit. Nou, we hebben hem erin gedaan. En nu ga ik hem vastzetten. Heb ik ook twee verschillende tubes? Ja. Ik heb deze ook gekocht. En deze. Neem maar de gouden. Die is sterker. Die zit beter vast. Ik heb namelijk een keer gehad met die andere dat hij ermee ophield. Dat ging echt super goed. Nou, wat ik dus doe is ik ga in het gat spuiten waar dus dat oogding heeft gezeten. En dan spuit ik best wel veel in. Dus ik duw echt het kopje erin. Nou, en nu kan ik deze dus terug duwen. Zo. Dan de andere kant. Nou, daar zit het gat. En dan stop ik hem echt zo erin van hoppa. En dan knijp ik even flink. En er gaat best wel wat in. En ik laat er nog wat lijm aan de buitenkant zitten. Dus dat is onder het oogje om beter vast te houden. Het is kinderlijm, dus ja. In principe kan het oogje er niet zomaar uitschieten. En moet het wel redelijk kindvriendelijk zijn. En oh, nou zie ik pas. Kijk eens hoe scheef ik ben. Nieuw. Het oog had eigenlijk hier moeten zitten. Maar goed, hey, we zijn niet allemaal perfect, hè. Laten we het daar maar gewoon even op houden. Dus voor de volgende keer voor mezelf... Even opletten. Maar ja, ik kan niet alles tegelijkertijd doen. Maar het is zelfgemaakt, dus kan ook niet perfect zijn. En dan draai ik deze weer dicht. Dit laat ik er altijd op zitten, want dan krijg ik zo'n velletje. En dat doe ik juist om uitdroging te voorkomen. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!